U kunt in het leven voor moeilijke medische keuzes komen te staan. Keuzes waar u misschien nog niet over nagedacht heeft, zoals wel of geen levensverlengende behandelingen, ziekenhuis of intensive care opname. Maar wat als u zelf niet meer in staat bent om deze keuzes te maken? Dan is het belangrijk voor u, uw naasten en zorgverleners om te weten wat uw behandelwensen en doelen zijn. In Ziekenhuis Gelderse Vallei gaan zorgverleners tijdig met u en uw naasten in gesprek over uw toekomst. Dit noemen we een ACP-gesprek. U bereidt zich thuis voor door het invullen van een vragenlijst over hoe u in het leven staat. Op de polykliniek hebben u en uw naasten vervolgens het gesprek met de verpleegkundige en behandelend arts. Er wordt ruim de tijd genomen om uw situatie en wensen te bespreken. Denk hierbij aan of u wel of niet gereanimeerd wil worden. Wel of geen ziekenhuis. Of intensive care opname wenst. De besproken behandelwensen worden vastgelegd in het medisch dossier. Ook ontvangen u en uw huisarts een brief met de inhoud van het gesprek en de gemaakte afspraken, zodat u dit ook met uw huisarts kunt bespreken. Indien u de brief ondertekent, dient deze als wilsverklaring. Het is van belang om bij verandering van uw behandelwensen dit opnieuw te bespreken. Heeft u al nagedacht over uw behandelwensen? Kijk voor meer informatie op geldersevallei.nl/acp.